En vandaag, lieve mensen, wil ik het daarover hebben. Wil ik het met u hebben over de zegen van God. Beter nog gezegd, wil ik het met u hebben over de God van zegen. Want zegen is iets wat God geeft, maar hij is de God van zegen. En hij geeft die zegen omdat dat in hem is. Hij is liefde en hij is ook een God van zegen. En vandaag gaf God mij te spreken, afgelopen week sprak God daar duidelijk over, mede ook in verbinding met wat ik net zei over Israël, om daarover te spreken. Want de zegen die wij mogen ervaren nu als kinderen van God, die vindt zijn oorsprong, waar? Die vindt zijn oorsprong in Gods woord natuurlijk, helemaal aan het begin, in de tijd van Abraham. Want laten we lezen in Genesis 12. Toen Abraham, niet Abraham heette, maar Abram. En daar staat, de Heere nu zei tegen Abram, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. En dan komt de belofte van zegen. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wij zijn een deel van die alle geslachten van de aardbodem. Wij horen niet van nature, horen wij niet bij het verbondsvolk van Israël, van nature. En toch is die zegen die op het volk van God was in die tijd, is ook voor ons. Maar hoe? Hoe en waarom en wat dan precies? Daar gaan we vandaag naar kijken. Als ik hier naar kijk, dan zie ik prachtige beloftes. Dan zie ik prachtige beloftes van zegen. Maar wat ik daarin ook zie, zijn prachtige beloftes van bescherming. Van voorziening. Van voorspoed. En nou, wat ik zeg, bescherming. Ik zal zegenen wie u zegenen. Wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Wij zijn geroepen, dat zegt Jezus, zegen hen die u vervloeken. Dus wij moeten blijven zegenen. Maar God zegt, ik doe wel mijn werk. Mensen die aan mijn volk komen, rustig aan. Kijk, wij denken van, hoe is het toch mogelijk dat die gemeenerik, die zo mij verraden heeft in dit leven, dat het hem zo goed gaat. Hij krijgt alles wat hij wil, hij krijgt alle kinderen die hij wil en ik zit met de gebakken peren, zeg maar. En God zegt, ik ben recht. Ik ben een God van recht en een God van rechtvaardigheid. Ik regel het wel. Jij moet hem zegenen. Jij moet niet boos blijven op hem. Je moet hem vergeven. Want als we niet vergeven, kom hier zo op terug hoor, even tussendoor. Als we niet vergeven de mensen die ons pijn hebben gedaan, weet je wat dat is? Dat is een wond in ons, die zij hebben aangedaan, niet onze schuld. Een wond. Maar als wij niet vergeven, dat is wel onze schuld. Want een keuze is om te vergeven, ja of nee. Als wij niet vergeven, weet je wat met die wond gebeurt? Precies wat er met een wond gebeurt als jij je openhaalt aan de balustrade daar en je doet niet antibiotica of desinfectie. Dan gaat het verder infecteren. Die wond van onvergeving. Tussendoor was dat. Gratis krijgt u erbij, gratis en voor niks. Ja, allemaal mooie beloftes, ja toch? Amen. Met één voorwaarde. Eén voorwaarde aan het begin. Wat moest Abraham doen? Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader. Het land ga ik je nog niet zeggen waar je naartoe moet, maar ik ga het je, op mijn tijd ga ik het je wijzen. Weet je wat dat is? Hij vraagt geloof. Hij vraagt geloof. Waar naartoe? Ik weet het niet. Moet ik nou alles en iedereen verlaten? Wat is dat nou? Ja, dat is geloof. Waarom moet ik dat nou doen, Heer? Wat? Nee, hij vroeg niet. Hij deed het. Wat zegt Jezus? Wie mij wil volgen, wie mijn discipel wil zijn, wie niet zijn moeder of vader haat, die kan mijn discipel niet zijn. En nee, dat heb ik vaak uitgelegd, je moet niet je moeder haten zoals wij dat kennen in deze wereld. Het gaat erom dat er niets in de weg mag staan om Jezus te volgen. Anders kan je geen discipel zijn. Eén voorwaarde hier. En als je dat doet, Abraham, God testte Abraham. Zijn test van geloof. Als je dat doet, ik wil je gehoorzaamheid zien daarin, Abraham. Maar als je gehoorzaam bent, dan zal ik je tot een groot volk maken. Dan zal ik je naam groot maken. Zal ik je beschermen, zal ik voorzien in alles wat je nodig hebt. En we zien dat ook.
We zien dat ook in de Bijbel. Door het nageslacht van Abraham. Abraham, daarna kwam Isaac, Jacob, Jozef. Het nageslacht van Abraham, zijn kinderen, zijn kind, zijn kleinkind, achterkleinkind, Jozef. En van daaruit David. En vanuit de lijn van David, u weet het al wie toen kwam, hè? Het is Advent, wie verwachten wij? Onze Heere Jezus. U weet het allemaal, als het goed is. En anders hoort u het zo meteen van mij nog een keer. Maar dat nageslacht, waarom? Omdat Gods zegen daarop was. Door de gehoorzaamheid in geloof van Abraham. Stroomde de zegen door. Van kind op kind, op kind op kind. En betekent dat? Dat die kinderen altijd volmaakt goede tijden kenden alleen. Dat het alleen maar altijd goed ging met ze. Wist u dat Jozef, u kent het verhaal van Jozef. Zuster Mirjam heeft er ook nog laatst over gesproken. Jozef. Jozef in het kort, hij was 17 jaar. Lievelingetje van de vader. Jaloers, de broers. Hij had dromen over die broers. Hij zegt, jullie zullen op een dag voor mij buigen. Broers nog bozer. En die broers die dachten, weet je wat, we doden hem, we gooien hem in die put. Ze stripten hem helemaal. Helemaal, tot hij alleen nog maar zo'n boxershort over had. En, nou ja, een fortje waarschijnlijk. En gooide hem in de put. En toen, nou ja, oké, doden is misschien een beetje te. Maar dan, er komen mensen langs die willen hem wel als slaaf kopen. Hebben ze hem verkocht als slaaf. En als slaaf, gebonden in kettingen, kwam Jozef in een vreemd land. Het land van de vijand, van Egypte. Kan je zeggen dat het altijd helemaal goed ging met hem? Ik weet niet. Maar in je onderbroek in Egypte komen in een vreemd land, gebonden aan kettingen. Menselijk gezien ging het niet altijd goed met hem. Maar hij kwam in Egypte en hij kwam bij Potifar, in het huis van Potifar, bij die Egyptenaar. En weet je wat er dan staat? Genesis 39, vers 2. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Stop daar. Dit was het moment dat hij niks had. Hij bezat niks. Daarmee wil ik u aangeven, uw bezit maakt u niet gelukkig. Uw bezit, dat is niet de zegen van God in de eerste plaats. Hij had helemaal niks. En wij hebben nog zoveel. Hij had het koud, wij hebben het buiten ook koud. Wij hebben het misschien thuis ook wat koud, omdat we door de overheid worden gezegd dat we het op 19 graden moeten zetten. Maar hij was bijna naakt en gebonden aan kettingen. Maar de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Dat maakte hem een voorspoedig man. Niet dat wat hij had, niet hoe het met hem ging, maar God was met hem. En kijk wat er gebeurt met die zegen. Die zegen die stroomt door. En hij bleef in het huis van zijn heer de Egyptenaar. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld dat de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Weet je wat er gebeurt? Als jij in God blijft, in Jezus blijft, dan blijft die zegen stromen. Dan blijft die zegen stromen. En waar jij komt, stroomt die zegen. Stroomt die zegen. Want stroomt de aanwezigheid van God. Want wij mogen Gods tegenwoordigheid met ons meedragen. Is het niet zo? Wat er gebeurde daar. Het ging op zich met Jozef op zich nog niet eens supergoed. Maar toch kreeg hij gunst van die vijand, van die Egyptenaar. En mocht hij dienen in zijn huis, werd hij aangesteld over zijn huis. En wat gebeurde er? God zegende alles. Zelfs het huis van die Egyptenaar. Wat heet totaal niet Gods verbondsvolk is. Wat in de Bijbel eigenlijk bijna altijd, hè, Egypte is een beetje de vijand, zeg maar. Maar toch werd het gezegend. Waarom? Door de aanwezigheid van Jozef. En door Gods aanwezigheid in Jozef. En de zegen die stroomde door Jozef heen. Wist u dat? Waar u komt, en als u daar bewust van bent, en u dat gelooft, en uw denken vernieuwd wordt, en u gelooft dat overal waar u komt, daar neem ik God mee. En de Heilige Geest mee. Dan kan het gebeuren dat op het werk waar u over gesteld wordt, de afdeling waar u ineens hoofd over wordt, wat op zijn gat ligt, dat het ineens gaat bloeien en groeien. Waardoor door uw kunde, door wat u kunt doen, door de zegen van God op u.
En dat is ook in uw familie zo. Ik zou willen, dat wordt dan maar, maakt me niet uit, wordt maar een beetje raar misschien, maar ik zou willen dat als ik op een verjaardag kom van familie, dat ze ineens denken, wow, het verandert hier helemaal. De atmosfeer verandert hier helemaal. En dat is mogelijk. Voor wie gelooft? Voor wie gelooft? De zegen van God stroomde. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, David, verder, verder, verder. En in die, door die koninklijke bloedlijn van koning David, kwam daar koning Jezus. En die koning Jezus, weet je hoe dat gebeurde allemaal? Hoe die zegen doorstroomde, ook naar ons. Omdat God had gezegd, in uw nageslacht, Abraham, zullen alle naties van deze wereld gezegend worden. In het nageslacht van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, David en nog heel veel meer ertussen. 2000 jaar na Abraham ongeveer. Werd Jezus geboren uit het zaad van Abraham. Uit het zaad van Abraham. Wat zegt Jesaja 53? Een wortel uit dorre aarde kwam op. Toen het hele volk geen hoop meer had. Toen Israël geen hoop meer had. Ja, die Messias, waar komt hij nou? Waar blijft hij nou? Een wortel uit dorre droge aarde kwam op. En de belofte werd vervuld in Jezus. Halleluja. Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Wie zijn heidenen? Dat bent u, dat ben ik. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Lieve mensen, vanuit onze eigen natuur hadden wij nooit ineens bij het volk van Israël kunnen horen. Maar door wat Jezus heeft gedaan, hij heeft die weg voor ons geopend, en die weg, de deur wagenwijd opengezet, zodat elk volk onder genade kan komen. En dat die zegen kan gaan stromen voor elk volk, wie maar gelooft. Alleen geloven. Niet uit werken, niet uit de wet, maar uit geloof alleen worden wij ingeënt in dat verbondsvolk en dus ook onder die zegen. Ik prijs de Heer daarvoor. Ik zeg dank u Jezus. Zonder Jezus hadden wij nooit gezegend kunnen worden. U denkt misschien bij zegen alleen aan geld en u denkt, ja ik werk toch voor mijn geld. Ik span me toch in, ik sta toch elke dag vroeg op. Dat doet Jezus toch niet? Zonder Jezus kunnen wij helemaal niets. Kunt u niet die stap, ook al is het verkeerde been af en toe uit bed, maar kunt u niet dat verkeerde been of het goede been uit bed stappen? In Deuteronomium, daar staat ergens iets in trant van, u denkt dat u werkt, maar zonder God kan u niet werken. Het is God die werkt. Alles is van hem. Alles komt door hem. Je moet je best doen, zeker. Maar altijd beseffen, het is genade van de Heer. Zonder Jezus hadden wij nooit gezegend kunnen worden. Het punt is dat niemand dat verdient. Helemaal niemand. Misschien zit je hier en denk je, ja, maar ik doe zoveel goede daden. Ik geef aan goede doelen, doe dit. En zeker, prijs, hartstikke goed, doe dat. Maar de genade van de Heer Jezus is nou eenmaal per definitie onverdiende zegen, onverdiende gunst. En weet je, Jezus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Dat komt omdat de wet op zich, luister goed, de wet op zich was niet verkeerd. De wet liet alleen maar zien wat goed en slecht was, en daardoor liet de wet aan ons mensen zien dat wij dat niet kunnen behalen en wij dat niet kunnen voldoen daaraan. En dat bracht de vloek van de wet, want de vloek van de wet is het oordeel van de wet. En daarom moeten we niet denken dat wij gered kunnen worden door te werken. We kunnen alleen maar gered worden door geloof
In Jezus alleen. En dat geloof is ook nog niet eens, zegt Efeze 2, uit u. Maar het is uit genade, het is van de Heer. Het is een gift van God. Geloven alleen. Geloven alleen. En ik weet dat, misschien heb je het heel vaak gehoord en komt het weer opnieuw tot je. Misschien hoor je het voor de eerste keer of de tweede keer. Ik weet dat het met menselijk verstand, dat het eigenlijk niet te bevatten is. Die onverdiende gunst is niet te bevatten. Dat Jezus dat voor mij heeft gedaan is niet te bevatten. Dat wij die zegen van Abraham, een man uit Israël, weet je wel, uit die tijd, zoveel duizenden jaar geleden, dat die ook voor ons is. Met menselijk verstand is dat niet te begrijpen. Daarom vernieuw je denken. Vernieuw je denken. Want anders blijf je hangen, het kan niet. Het is niet voor mij. Door onvernieuwd denken kan je niet ontvangen de zegen van God, omdat je denkt, ik ben niet goed genoeg. Of ik ben niet geestelijk genoeg. Of, ja, ik moet nog eerst dit en dat, want zo ben ik geleerd. Als u gelooft dat Jezus voor u als in de vorm van een mens naar de aarde is gekomen, en dat hij voor u gestorven is aan het kruis, en dat hij is opgestaan na 3 dagen uit het graf, en dat hij nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader, als u dat gelooft, dan bent u nu een nieuwe schepping in Jezus. Dan bent u nu erfgenaam van God. Dan bent u nu mede-erfgenaam met Christus in Christus. Dan bent u nu de gerechtigheid van God in Christus. De gerechtigheid van God. Er is niemand die met zijn eigen gerechtigheid voor de troon van God kan komen. Alleen met Jezus' gerechtigheid. En het is voor jou weggelegd. Het is voor u weggelegd als je maar gelooft dat Jezus dat voor jou gedaan heeft. Alleen geloof alleen. Alleen dat. Je bent een zoon of dochter van God in Jezus. Al zijn beloftes zijn ja en amen voor jou in Jezus. In Jezus alleen. En toch. Toch zei Jezus in Johannes 8. Toen hij sprak met de Joden, met de Joodse leiders, met de schriftgeleerden, die moeite daarmee hadden om dat te geloven, zei Jezus het volgende in Johannes 8. Ik heb geen slide van, maar ik lees het voor. Als u, een korte zin, als u Abrahams kinderen was, dan zou u de werken van Abraham doen. Als u de kinderen, als u het nageslacht van Abraham was, als u gelooft dat die zegen van Abraham voor u is, dan zou u ook de werken van Abraham doen. En luister goed, heel goed, ik predik hier niet dat u moet werken voor uw redding, want ik zeg net, dat is door geloven alleen. Absoluut niet. Maar over welke werken van Abraham heeft Jezus het dan? Over welke werken heb ik net eigenlijk al verklapt? Alle werken, het werk van geloof. Dat zit. En geloof is een werk. Jacobus zegt, geloof zonder werken is dood. Levend geloof is levend. Levend geloof is dus geloof met werken. Je hoeft niet te werken voor jouw redding, maar net zoals Abraham moest hij wel geloven wat God zei en geloofstappen zetten om te gaan en te zeggen, ik laat mijn land achter, ik laat mijn vaderhuis achter, ik laat mijn familie achter en ik ga naar een land wat u voor mij heeft. Ik weet niet waar, maar u zegt het, want u heeft het gezegd, dus dan doe ik het. Dat is het levende geloof. Als je een relatie hebt met de levende God, zou je levend geloof moeten hebben dat stappen zet van gehoorzaamheid. Dat stappen zet van geloof. In gehoorzaamheid. Dat is wat Abraham deed. Abraham staat bekend als de aartsvader van ons geloof. Als de vader van ons geloof. Als je vraagt van, vertel maar eens wat over Abraham, dan zullen heel veel mensen niet iets zeggen van, hij had heel veel vee, of hij had heel veel bezitting of zo. Nee, hij was de vader van ons geloof. Omdat hij een voorbeeld is van levend geloof. Ga uit je land. Abraham deed het. Naar een land waar ik je wijzen zal. Ja, welk land is dat dan? Want ik wil niet daar naartoe. Maakt niet uit, hij ging.
Ik weet niet waar naartoe, maar als God zegt en mijn God roept daar naartoe, dan doe ik het. Verlaat je familie. Hij deed het. Terwijl mensen misschien, dan denk je misschien van, u belooft mij dat ik een grote natie zal worden. U zegt dat ik gezegend zal worden tot een groot volk. Hoe moet ik nou vanuit mij een groot volk komen als ik nou juist mijn familie moet verlaten? Dat klinkt tegendraads. En dan gaan we nog verder in het verhaal. De vrouw van Abraham, Sara, was onvruchtbaar. Uit uw nageslacht zullen alle landen in de wereld gezegend worden. Ja, hoe dan? Mijn nageslacht, mijn vrouw is onvruchtbaar. Maar hij geloofde dat het ging gebeuren. Hij geloofde die belofte van God boven wat hij kon zien met zijn aardse ogen. Heeft u onvruchtbare grond in uw leven misschien? Waar je al zo lang voor bidt misschien en je denkt er gebeurt maar niks? Hou vast aan de belofte van God. En geloof, blijf actief geloven. Ga niet op een gegeven moment, want dat gebeurt vaak. Gaan we op een gegeven moment, ja God gaat het wel doen. En ik ga lui geloven. Nee, je moet wel in je gehoorzaamheid blijven doorstappen in geloof. En God bevestigt zijn belofte nog een keer, een paar keer aan Abraham. Zoals onder andere in Genesis 22 vers 18, daar zegt Jezus nog een keer. Toen die zeg maar net, oh ja, dat heb ik nog niet eens verteld, hè, maar dat kent u wel natuurlijk. Dan krijgt Abraham op een wonderlijke manier, van een onvruchtbare vrouw krijgt hij een zoon Isaac. En wat zegt God? Offer mij die zoon. Maar u zegt net, Heer, dat vanuit mijn vrucht, vanuit mijn nageslacht, zal ik een groot volk worden en zullen iedereen worden gezegend. En dan krijg ik een zoon van u en dan gaat u hem afpakken. Was dat zijn redenering? Nee. Zijn redenering was, als God het zegt, dan doe ik dat. No questions asked. Als God dat zegt, dan doe ik het. Want ik geloof dat ook al zou die sterven, dan is God ook machtig om hem weer tot leven te wekken. Dat is wat Abraham, zo redeneerde Abraham. En toen God zag dat Abraham geloof, zo leefde uit geloof, gehoorzaam geloof, met geloofstappen. Toen bevestigde God de zegen op Abraham en hij zei, ik zal u zegenen opnieuw. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat, zei God, u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Dat zijn werken van geloof, werken van gehoorzaamheid. Werken van gehoorzaamheid. Zulk geloof, zegt de Bijbel, is Abraham tot gerechtigheid gerekend. Dat is, wist u dat? Wederom tussendoor. We gaan iets langer door vandaag, want er komen veel tussendoors tussendoor. Dat is dat het geloof van Abraham hem tot gerechtigheid werd gerekend. Dat is een profetische vooruitwijzing naar de tijd waarin wij leven. Dat we niet meer van alles hoeven doen om gerechtigd te worden, rechtvaardigd te worden. Maar door geloof alleen. Ons geloof maakt ons rechtvaardig. Door geloof in de genade van onze Heer Jezus Christus. Abraham geloofde tegen alles in. Hoopte tegen alles in. Tegen alle aardse omstandigheden in Romeinen 4, vers 18 en tot 25. En hij, dat is Abraham, heeft tegen alles ingehoopt. En geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar werd gesterkt in het geloof. Terwijl hij God de eer gaf. Halleluja. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Ook al zag hij het niet, maar alles staat er, was hij er volle van overtuigd dat wat God beloofd had, dat gaat ook gebeuren ook. En dat ga ik ook zien in mijn leven ook en dat ga ik ook zien in mijn nageslacht ook. Kijk, Abraham heeft nooit kunnen zien u en mij, tenminste vanuit de hemel, maar niet hier op aarde. Maar hij wist, dat gaat allemaal gebeuren. En het lichaam van Christus wordt één grote natie. Wereldwijd nu.
En er zijn nu heel veel kerken en predikanten die alleen maar doemscenario's hebben van het wordt alleen maar slechter in deze wereld. En ja, in deze wereld wordt het ook alleen maar slechter. Maar ze zeggen ook dat het met de kerk alleen maar slechter zal gaan. Ik zeg, de kerk is springlevend. En de kerk wordt steeds groter en groter. Juist daar waar vervolging is, daar wordt de kerk groter en sterker. Waarom? Omdat wij zo goed zijn. Omdat de zegen van Abraham. En lieve mensen, dan gaat het nog door, hè? Want nu gaat het dan eventjes om ons. Volgende zin. Nu is dit wat u net gelezen heeft, niet alleen ter wille van hem geschreven, dat het hem, Abraham, toegerekend is. Nee, ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend? Aan ons namelijk, die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Het is ook voor ons, door Jezus. Die zegen is ook voor ons, door Jezus. Zulk geloof, want dat is de voorwaarde, zulk geloof is niet alleen mogelijk voor Abraham, maar ook voor ons. Als u maar gelooft. Als u maar gelooft en volhardt in geloof en volhardt in vertrouwen op Gods belofte voor jou. En we geen ongeloof toelaten in ons hart. En geen ongeloof toelaten in ons denken. En niet luisteren naar de leugens van de vijand, die vurige pijlen die hij afstuurt op ons. Maar het schild van? Harde. Het schild van? Geloof. Amen. Omhoog. Wegwezen met die pijlen. En die zegen van God, dat is zoveel meer dan materiële dingen. Die zegen van God, dat ook zeker. Als je nood hebt in je financiën, geloof de Heer. Want al het goud en zilver is van hem. Dus ja. Zeker ook dat. Maar alle voorziening in rust, in vrede, in kracht, in blijdschap. Alles. Alles zit erin. Leven zonder angst. Ja, dat is mogelijk. Een leven zonder zorgen. Ja, dat is mogelijk. Leef ik dat leven altijd? Nee, dat lukt niet altijd. Maar als ik me ergens zorgen over maak, dan ga ik wel op Gods woord staan en zijn woord proclameren. Wees in geen ding bezorgd, Jordi. Werp al uw zorgen op mij, want ik zorg voor u, Jordi. Weet je wat zorgen maken is? Wederom, tussendoor nummer drie. Tussendoor nummer drie. Weet je wat zorgen maken eigenlijk is? Dat is, dat, ken je dat? Dat als je in de auto zit en iemand rijdt, ik noem geen namen, maar iemand die nogal roekeloos rijdt. Ik heb één keer bij een zuster in de gemeente gezeten en die ging spookrijden. En ik zat naast haar en weet je wat ik toen deed? Ik ging de hele tijd op een denkbeeldige remmen. Dat is precies wat je doet als je zorgen maakt. Zorgen maken, dat haalt helemaal niks uit. Je trapt op een rem die er niet is. En weet je wat je beter kan doen in plaats van zorgen maken? Is God aanbidden en God prijzen. Zorgen maken, dat hoorde ik laatst iemand zeggen en spreken. Zorgen maken, dat is hoe jouw vlees aan het bidden is. Je kan beter bidden door de geest. Dus dat is mogelijk. Maar hoe dan? Ja, geloven en vertrouwen, ja, dat klinkt zo makkelijk. Maar dat is het. Ik kan een hele moeilijke studie over maken. Maar geloven alleen op de belofte van God en op zijn woord. Vertrouwen op zijn woord. Tis so sweet, een oud liedje. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word. Gewoon hem nemen op zijn woord. Wat hij zegt, dat geloof ik. Wat hij zegt, ja, dat geloof ik. Zie ik dat al? Nee, maar ik geloof het al. Gehoorzaamheid, gehoorzaam geloof, dat tot uiting komt in geloofstappen, in stappen in geloof, van gehoorzaamheid. Daar rust God zegen op. Daar rust God zegen op. Als jij bewust, want dan is ook, als dat waar is, is ook de andere kant waar. Dat betekent ook dat als jij bewust ongehoorzaam bent, dan kan je geen zegen verwachten. God kan niet, want daar is hij te goed voor, te heilig voor. God kan niet zijn zegen gebieden op iets wat onheilig is. Dat kan niet. En daarom moet je ook geloven, jouw denken vernieuwen, dat jij nu geheiligd bent in Jezus. Gerechtvaardigd bent in Jezus. Anders denk je, ik verdien die zegen niet, want ik doe nog onheilige dingen. Ongehoorzaamheid opent de deur
had ik het net nog over met een broeder. Ongehoorzaamheid en bewuste zonde opent de deur voor de duivel. Opent de deur voor een vloek. Lees maar. Lees maar, Deuteronomium 28. Als u niet mijn stem gehoorzaamt. Ongeloof. Zonde. Dat zijn barrières, kunnen barrières zijn voor de zegen van God om te stromen. Terwijl, en dat is nou zo jammer en zo zonde, terwijl jij het mag ontvangen als een kind. Maar als jij bewust zegt, ik scheid me af. Jesaja 59 vers 2, daar zegt Gods woord, uw ongerechtigheid, uw zonde, heeft u afgescheiden van de tegenwoordigheid van God. En daar waar God is, daar is de zegen. Maar als je bewust je afscheid daarvan, dan kan je zegen niet meer ontvangen. En verwacht de zegen te ontvangen. Bewuste of onbeleden zonde. Verborgen zonde. Zonde die niemand ziet. Waar je denkt, daar doe ik toch helemaal niemand kwaad mee. Onbeleden zonde. Ik had het net al over onvergevingsgezindheid. Onvergevingsgezindheid is een deuropening voor de duivel. Onvergevingsgezindheid is een zonde, want God zegt vergeef, zoals ik u vergeven heb. Want als u niet vergeeft, kan ik u niet vergeven. Tenminste, kan die wel, maar zal ik u niet vergeven. Zal die zegen van vergeving niet stromen. Misschien zit je hier en herken je je wel in wat ik net aanhaalde van, ja, maar ik doe nog te veel verkeerd in dit leven. Ik ben niet geestelijk genoeg. Misschien ben je zo geleerd dat je goed genoeg moet zijn om pas zegen te kunnen ontvangen. Goed genoeg bent om iets, weet je wel, van God te kunnen ontvangen. Lieve broer, lieve zus, laat vandaag je denken vernieuwen door de Heilige Geest. Dat je niet meer gaat denken als een slaaf. Niet meer gaat denken als een slaaf van zonde. Want wie een slaaf is van de zonde, is slaaf van de dood, is een slaaf van de duivel. Maar als je gekocht bent door het kostbare, dierbare bloed van Jezus, dan moet ook in jouw denken niet meer het denken van een slaaf zijn, maar het denken van een kind. Dat mag ontvangen van een hemelse vader. Al zijn liefde, zijn trouw, zijn goedheid en zijn zegen. Zijn zegeningen. Een andere vorm van bewust zondigen kan zijn dat je steelt van God. En waarvan stelen we dan, Heer? Wat stelen we dan van u, Heer? Wat zegt Gods woord van de tienden en hefoffers? En ik hoor al een paar mensen dachten, oh, je gaat er niet over geld spreken. Want tiende, dat is toch van de wet en het is toch onder de wet. Ik ga je alvast vertellen, volgende maand. Ik ben al ongeveer 2 maanden bezig met een preekserie over geld. Over Gods plan met je geld, over Gods plan met geld. Want God heeft een plan met jouw leven en geld is een belangrijk onderdeel van jouw leven, ja of nee? Dus heeft God, als God een plan heeft met jouw leven, heeft hij ook een plan met jouw geld. Dus daar ga ik de hele maand januari, het nieuwe jaar, gaan we met frisse moed en goede voornemens gaan we dat in. Ga ik over geld spreken door de genade van de Heer. Ik zie sommige mensen al denken, januari, kan ik nog een last minute boeken, 4 weken op vakantie? Als je gaat praten over mijn portemonnee, dan gaan we weg. Maar hey, we gaan het allemaal uitleggen, dus daarom ga ik daar nu niet te veel over zeggen. Maar we zien elkaar in januari. Maar hey, dat zijn allemaal barrières. Ik heb er gewoon een paar genoemd, maar er zijn er natuurlijk legio barrières zijn er, voor de zegen om te stromen. Ja, dan moet ik toch nog even denken, sorry, nog even terug naar Maleachi 3. Waarin God zegt, beproef mij toch in het geven, in het brengen. Want de tienden zijn van de Heer, dus je brengt ze, je geeft ze niet, je brengt ze bij hem. Beproef mij toch hierin, of ik niet de hemel voor u zal openen. En of ik niet zoveel zegen zal uitstorten over u, dat u overvloed heeft, dat uw schuren te klein zullen zijn voor die zegen. Halleluja. En oh, dat.
En is dat dan voor jezelf? Nee, de zegen van God is nooit voor zelfverrijking. De zegen van God is nooit voor zelfverheerlijking. Maar is altijd, als jij alles al hebt, je kan het weer doorgeven. Je kan het weer doorgeven. Je kan het weer doorgeven. En dat is ook gelijk het doel van de zegen, lieve broer en lieve zus. Want wat stond er in Genesis 12, vers 1? Nog meer een belofte. Ik zal u zegenen. U zult tot een zegen zijn. U zult tot een zegen zijn. Dat is het doel van alle zegeningen van de Heer. Dat is het doel van alle gaven, alle genadegaven van de Heer. Dat is het doel, als je ook leest, van de gaven van de geest tot opbouw van de ander. Spreek in tongen, bouw je ook jezelf op, maar al die anderen. Al die zegeningen. Om tot zegen te zijn voor anderen. Jij hebt het ontvangen om niet, geef het dan ook om niet, zegt Jezus. Ja, alle dingen, alle zegeningen van God, die zijn ons gegeven om van te genieten, zeker. Zeker, genieten van de zegeningen van God. Ook daar moet sommig denken moet erin nog vernieuwd worden. Ja, je mag genieten van Jezus. Je mag genieten van zijn zegen, van zijn liefde. Er zijn heel veel christenen die denken, ja, als christen moet ik een moeilijk leven leiden en dingen. Want dan ben ik geestelijk, want dan is de Heer met mij bezig. Ja, het leven met Jezus is niet altijd dat het goed gaat, maar dat is niet Gods wil. Je leeft in een wereld, in een verloren wereld, in een leven vol zonde. Als je dit nou allemaal leest, wat we net allemaal, die zegen en al die voorspoed en zo, dan kan je dat toch niet volhouden. Maar, wat was ik aan het zeggen? Vergeet nooit dat het uiteindelijke doel is om anderen te zegenen. De wereld en deze cultuur, ik heb daar vaak gesprekken over met ook met christenen zelfs, maar ook met ongelovigen, is van, ja, deze wereld is doordrenkt met zelfverrijking. Doordrenkt met zelfverheerlijking. Doordrenkt met, het gaat om mij. Elke onderneming die wij ondernemen, dat gaat om, want ik wil meer. Ik wil meer geld. Ik wil meer status. Ik wil meer dit en dat. En lieve mensen, wat zegt Gods woord? Geld is niet de bron van alle kwaad, maar geldzucht. De zucht van, ik moet nog meer. En heb ik dit? Nog meer. En nog meer. En ik ga, maakt me niet uit, dan ga ik maar overwerken en dan verwaarloos ik mijn gezin. Maar ik moet meer geld hebben, want dat brengt status. En mijn buurman heeft een Mercedes voor de deur. Ik moet ook een Mercedes voor de deur. Dat is het denken van de wereld. En dat mag niet in de kerk binnen sluipen. Dat mag niet en dat zal niet gebeuren. Het is altijd weer om weg te geven, altijd weer om te delen met anderen. Blessed to be a blessing. Hoe? Door lief te hebben zoals Jezus jou heeft lief gehad. Door te vergeven zoals Jezus jou heeft vergeven. Door te getuigen van Jezus zoals Paulus, Petrus en Johannes getuigden van Jezus. Door gewoon Jezus en de liefde van God te brengen daar waar jij komt. Dat is de zegen van God. Doorgeven. Of die liefde van God, of die zegen van God nou komt in de vorm van een gesprek. In de vorm van aandacht. In de vorm van een getuigenis, jouw getuigenis. In de vorm van een gebed voor iemand anders. In de vorm van geld geven aan iemand die dat nodig heeft. In de vorm van de Big Mac betalen van degene die voor jou staat. Niet zomaar, maar omdat God dat tegen jou gezegd heeft. Heb lief en doe goed. Dat is het, met die zegen. Heb lief en doe goed. En de Bijbel zegt, doe goed aan allen. Zeker, aan allen. Wie zijn dat? Alleen mensen die aardig zijn voor ons, alleen de mensen die het verdienen in onze ogen. Nee, doe goed aan allen. Maar, zegt Paulus in Galaten 6, vers 10, doe goed aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. En dat betekent niet, begrijp me niet verkeerd, dat betekent niet, oh, dan hou ik me alleen maar bezig met het groepje mensen wat ik om me heen verzameld heb, die geloven. Nee, het is aan allen, maar voornamelijk aan de huisgenoten van het geloof. En als ik naar verschillende, en dat zeg ik zonder verwijt en zonder oordeel, maar als ik kijk naar de familie van God, die leeft, zou moeten leven onder de zegen van Abraham, en die zegen zou moeten doorgeven, dan zie ik toch, en vooral, nou, niet vooral, maar zie ik ook
dat de huisgenoten van ons geloof, dat wij elkaar, dat we wel goed doen, maar we doen goed op een verkeerde manier, want we zijn heel goed in elkaar zwart maken. In over elkaar praten. In elkaar veroordelen. In neerkijken op elkaar. En ik ga heel eerlijk zijn vandaag. Als je mij 15 jaar geleden zag, was ik er ook zo heen. Ik keek neer op andere christenen, andere kerken, andere bedieningen, die niet zo bedienden of die niet zo precies geloofden zoals ik had geleerd. We zijn heel goed om, daarom hou ik niet van denominaties, en God denk ik ook niet, maar we zijn heel goed om neer te kijken op andere denominaties. Ach. Ach. Omdat ze niet het geloof beleven zoals wij dat beleven. Want hoe wij dat doen, dat is perfect of zo? Weet je wat het belangrijkste is? Ja, er zijn kerken, bedieningen, er zijn christenen die niet zo geloven zoals wij. Er zijn kerken en bedieningen en christenen die niet geloven in spreken in tongen. Die niet geloven in de handen opheffen tijdens het zingen. Die niet geloven in staan tijdens het zingen. Die niet geloven in, noem eens wat. Maar weet je wat het belangrijkste is? Dat zijn allemaal bijzaken voor Jezus. Want weet je, de huisgenoten van ons geloof, dat is iedereen die gelooft in dezelfde hoofdzaak. En dat is dat Jezus Christus voor ons gestorven is aan het kruis. En na 3 dagen is opgestaan uit het graf. En dat wij gered zijn door het geloof in die Jezus. En dan kunnen het voor mijn part, nogmaals, dan kunnen het, ik ken al die namen niet eens, maar hervormd, hersteld, hervormd, gereformeerd, hersteld, gereformeerd, katholiek, Pinkster, charismatisch, evangelisch. Maakt mij allemaal niet zoveel uit. Want in de hemel zijn die bordjes er ook niet. Gereformeerd daar, evangelisch daar. Nee, allemaal één. En ik zeg je, wij zullen ons nog verbaasd staan van, zo, hé, die broeder ook hier. Maar die was toch nog helemaal zo ouderwets, zeg maar. Maar die is er ook. Waarom? Omdat hij gelooft in de hoofdzaak dat Jezus voor zijn zonde is gestorven aan het kruis en opgestaan is uit het graf. Dat is de hoofdzaak. En de rest is bijzaak. En daarom, wij rollen vaak zo over elkaar heen, omdat we niet hetzelfde geloven als elkaar. Maar de hoofdzaak, Jezus. En daarom, iemand die niet van Jezus is, iemand die de Heilige Geest niet heeft, die kan niet zeggen uit zijn mond, Jezus is Heer. Dat is het. Dat zegt de Bijbel, dat zeg ik niet. Als hij dat kan, dat is de hoofdzaak. Goed, dat was een hele lange tussendoor nummer 4. Maar hey, het gaat erom, dat was het einde, het is het doel van zegen, is om het door te geven. Aan allen zeker, maar vooral ook aan de huisgenoten van ons geloof. Die moeten we lief hebben en moeten we goed doen. Dus wees gezegend en wees een zegen voor elkaar. Dat is eigenlijk de hele boodschap van vanochtend. Maar ik wil nog een klein slot eraan breien. Want het is zo belangrijk en ik heb het ook een paar keer aangehaald. Als je dat wil, als jij tot zegen wil zijn voor anderen, het doel van de zegen. Als jij wil wandelen daarin en wandelen in die zegen, wandelen onder die zegen, dan is er nog één ding wat er moet zijn, hè? Wat er moet gebeuren. Geloof alleen. En dat betekent dat je moet in geloof moet aanvaarden als een kind. Daar wil ik nog even op terugkomen aan het eind van deze boodschap. Je moet aanvaarden dat wat Jezus gedaan heeft, dat het voor jou is ook. En dat die zegen die God beloofd heeft aan Abraham, dat die ook voor jou is. Door Jezus. In Jezus. En daar zit soms nog het moeilijke voor ons. Omdat wij, misschien heb je een slecht beeld van God. Door misschien wat je in het verleden geleerd hebt over hem. Misschien heb je een verkeerd beeld van een vader, omdat jouw vader misschien helemaal geen vader voor je is geweest. Misschien heb jij een misvormd beeld van wat een goede vader zou kunnen zijn, doordat jouw vader, ook al heeft hij zijn best gedaan, niet altijd een goede vader voor jou is geweest. Dat weet ik niet, want ik ken u niet allemaal goed en niet allemaal uw vaders. Maar stel die vraag aan uzelf. En dan is het moeilijk als mens om dat verwrongen beeld, vaderbeeld, om dan ineens te horen en te geloven,
God is onze perfecte vader. En volmaakte vader, dat is moeilijk. Omdat je het gaat spiegelen en vergelijken aan je aardse vader. Maar het punt is dat God zo goed is. En God zo volmaakt en perfect is. En dat kan een mens, hoe goed hij zijn best ook doet, die kan dat niet. Jouw vader kon dat niet. Jouw moeder kon dat niet. En misschien, ik ben nu ook vader. En dan denk je aan je kinderen. En denk je, ik zeg misschien soms ook nog verkeerde dingen tegen mijn kinderen. Ik behandel mijn kinderen ook soms nog zo verkeerd. Maar wat ik dan wel doe, is dan ga ik naar mijn hemelse vader die perfect is. En dan zeg ik, Heer, laat mij lief hebben. Zoals u mij als vader lief hebt. En ik mag uw kind zijn. En Heer, daarom wil ik mijn denken vernieuwen vanochtend. En samen met u ook allemaal, wie dat nodig heeft. Mijn denken vernieuwen. Dat we gewoon mogen ontvangen. Niet om wie wij zijn, wat wij doen. Maar omdat God goed is. En dat hij een God is van zegen. En hij een God is van liefde. Die altijd maar het goede heeft voor u. En het goede wil voor uw leven. Mag je ontvangen. Dus leer te ontvangen als erfgenaam van God. Leer te ontvangen als een kind. Ja, we mogen van die zegeningen genieten. En heerlijk die zegeningen uitdelen. En we mogen we uitstrekken naar meer. Maar altijd om te delen. Want lieve broer, lieve zus, onthoud dit. Als zegeningen, zoals succes, rijkdom, zelfs gezondheid. Terwijl God dat wil. Maar als dat het middelpunt wordt van jouw geloof, als dat het centrale punt wordt van het evangelie, dan heeft u te maken met een vals evangelie. Want het middelpunt van het evangelie is Jezus. En ja, als je hem volgt en in hem bent en blijft, dan zullen die zegeningen stromen van voorspoed, gezondheid, rijkdom en alles. Maar het gaat daar niet om. Het gaat om dat je Jezus hebt. Het gaat erom dat je God kent. En waar God is, daar ben jij. Waar jij is, daar bent God. Daar had ik het net over bij Jozef. Waar hij ging, hij was een voorspoedig man. In zijn boxershort, hij was een voorspoedig man. In Egypte, hij was een voorspoedig man. Als een slaaf, hij was een voorspoedig man. De grootste zegen van God, die God kan uitgieten over ons in ons leven, dat zijn geen dingen, maar dat is Jezus. Gods grootste zegen is Jezus. Gods mooiste bezit dat God had, was Jezus. En dat heeft hij aan ons gegeven. Wat we aan het eind van deze maand mogen vieren met kerst. Ja toch? En wanneer Jezus nou geboren is, of dat nou in maart is, of in september, of in de zomer, of 25 december. Dat maakt niet uit. Ik wil vieren dat hij gekomen is voor mij. Maar, dat wilde ik nog zeggen als laat. Zoek dus niet naar de zegeningen, maar zoek naar degene die die zegen geeft. En dan zullen al die zegeningen volgen. Echt waar. Want dan gaat die zegen van God ook stromen. Dan gaat die zegen van God ook stromen. Zoek niet de gift, maar zoek de geven. Zoek niet de gaven, maar zoek degene die die gaven geeft. Oh, halleluja. En dan denk ik, dat is het laatste wat ik zeg, bijna. Denk ik aan Jezus, die zegt, toen de discipelen aan hem toekwamen van, oh yes, yes, Jezus. De demonen en de kwade geesten, die zijn onderworpen aan mij en aan mijn gebed. En terwijl dat helemaal Gods wil is, terwijl dat helemaal te gek is, zei Jezus wel, verblijft u niet over dat die kwade geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijft u erover dat uw namen staan opgeschreven in de hemel. Dat is nummer 1. De rest is ook belangrijk, maar nummer 1 is de aanwezigheid van God. En zijn aanwezigheid in jou, zijn aanwezigheid met jou, door de Heilige Geest. Amen. Amen. Dus, dat is echt al laatst. Aanvaard, in geloof, als kind van God, als erfgenaam. Als u een erfenis krijgt van uw oma of uw opa, u moet die erfenis eerst nog wel aanvaarden. Voordat u ervan kan genieten. Dus aanvaard in geloof de erfenis die God voor u heeft. Laat uw denken vernieuwen dat u niet meer een slaaf bent, maar een kind. En dat u mag ontvangen, omdat uw vader de goede, perfecte, hemelse, heilige vader is. En als laatste wil ik Galaten 4, vers 7 voorlezen, proclameren. En dan gaan we een geweldig lied zingen met elkaar. Galaten 4, vanaf vers 1. Luister goed. Zolang de erfgenaam, en dan moet u zelf inbeelden, zolang ik nog een onmondig kind ben, verschilt die erfgenaam in niets van een slaaf, hoewel hij eigenlijk heer is van alles.
Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te komen. Kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. En nu, lieve broer, lieve zus, ja jij, lieve broer, lieve zus, nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Geloof, wie dat gelooft, sta op. Als je dat gelooft, sta op. En aanvaard het in geloof en zing dit lied. Proclameer dit lied over elk ongeloof in je hart. Over elke zonde in je leven. Proclameer het. Dat je niet meer een slaaf bent van de dood. Niet meer een slaaf meer bent van de zonde. Niet meer een slaaf meer bent van angst. Maar dat je een kind bent van de levende God. In Jezus' naam. I'm no longer a slave to fear. I am a child.